Mijn naam is Han Venema, ik ben de bestuursvoorzitter van GasUnie en namens GasUnie wens ik jullie allemaal heel hartelijk welkom bij deze feestelijke opening van een innovatieve waterstofinstallatie genaamd HyStock. Wij gaan dus morgen hier in deze tent onze gezamenlijke steden in de Jonge Republiek der Nederlanden werken samen en investeren samen. 200 jaar lang baanbrekend in de VOC. 1953, een bedreiging. De watersnoodramp maakt duidelijk, we moeten doen wat niet eerder is gedaan. Nederland denkt na, organiseert en pakt aan. Baanbrekend. In 1997 zijn de Deltawerken klaar. Als nieuwe bronnen beschikbaar komen, als de noodzaak groot is, als er echt een oplossing nodig is, dan zijn wij in staat tot grootse prestaties. Anno 2019 zien we een herhaling van nieuwe bronnen en nieuwe bedreigingen. Gelijktijdig. Weer is er een bedreiging. Het klimaat. En weer is er die nieuwe bron. Dus moeten we weer op zoek naar baanbrekende oplossingen. De koning verlaat de ruimte eerst. En daarna mag u allemaal opstaan. Alsjeblieft. Waterstofarena, zoals ik het net zei. Majesteit! Blauwe vis! Ja. Blauwe vuur bij uw vingers. Mag ik u uitnodigen? Applaus voor de koning. Stap niet uw hoofd aan de boom. Hoe bent u zelf met planten? Ik heb wel heel wat jaren aan waterbeheer gedaan, dus ja, dat, is waar. Ja. Dus, dat moet wel lukken, ja. Dus planten gaat wat minder, maar waterbeheer zelf gaat heel goed. En geeft u thuis zelf de planten water? Ik geef thuis zelf de planten water en ik rij helemaal elektrisch, dus ik ga de goede kant op, maar ik wacht op een echt goede waterstofpunt ook. Nou, dus, deze is er klaar voor. Volgende auto naar de waterstofauto, ben ik gewoon. Oké. Okay. Dit is een gieter met H2O's, dat hebben we er maar opgezet. Dan weet u wat we erin gooien. En die mag u helemaal leeg gooien in de cilinder. Ja. Oh, ja.
Dank. Goed gedaan. Ja, zeker. Nou, ik ga vragen om u weer plaats te laten nemen. Heel erg bedankt. Dan leg ik u uit waar we nu naar gaan kijken. Dit is wat er gebeurt. Zoals ik net zei, in de electrolyzer wordt het water omgezet met behulp van duurzame energie naar waterstof. Die waterstof kan worden opgeslagen. En als dan vervolgens de huishoudens die elektriciteit nodig hebben, dan wordt dat waterstof, wordt als het ware weer verbrand. Zo mag ik het niet helemaal zeggen, maar het wordt weer met zuurstof, samengevoegd. En dan krijgen we weer water. Dus als er gebruikt wordt, dan is water het restproduct. Ik ben vorige week 91 geworden. Gezellig. Tja, mijn kleinkinderen zijn echte druktemakers. Jo. Ze rennen en doen. Zorgeloos? Dat zijn ze. Gelukkig maar. Wij zaten vroeger nog de hele dag ons mobieltje te kijken. Idioot, hè? Ik heb daar nog nekklachten aan overgehouden. Ja, het is maar goed dat wij met z'n allen daarmee opgehouden zijn. Zeg dat wel. Vliegtuigen. Met van die witte strepen. Dat kon toch niet goed gaan? Ja, het werd steeds warmer. Ik heb dorst. Waar zou de dichtstbijzijnde waterstofcel zijn? Ik kijk wel even. Oh, dat is daar. Nou, ouwe, we gaan wat drinken. Niks boven vers water. Uit een waterstofcel. Wij kunnen waterstof maken vanuit aardgas. Ja. En daar zou je kunnen bijmengen in het bestaande transportnet voor een paar procent. Mm-hmm. Maar dat is wat we met deze groene waterstof natuurlijk niet willen. Nee. Dit wil je gewoon puur inzetten. En daar is veel te waardevol voor om dat bij te mengen in het transportnet. Ja. Het buizenstelsel is daar grotendeels voor geschikt. Ja. We hebben in Zeeuws-Vlaanderen ook al een deel van ons net daarvoor beschikbaar gesteld. Hè. Dus van een tweetal bedrijven, de ene die het maakt en de andere die het nodig heeft. Ik vermoed dat de huidige vraag, dat er 1 à 2 van die trailers per week zouden gaan rijden. Misschien is 1 al een nobel streven. Wij rijden dan tussen de cavernepads door en dan kom je daar op de Tonkelweg uit. Ja. En dan gaan we rechtsaf gelijk richting de N366. Als je heel veel waterstof gaat produceren, dus niet alleen onze pilot hier, maar heel veel waterstof geproduceerd wordt, Dan moet je dat ergens opslaan. Want de vraag en aanbod is nooit hetzelfde. Als je 's ochtends aan het douchen bent of auto's, als je kijkt naar de industrie en de autosector. Maar ook 's ochtends wij aan het douchen, heb je op bepaalde momenten van de dag een grotere vraag dan het aanbod. En andersom, een groter aanbod dan de vraag. Ja. Dus we hebben hier de mogelijkheid om 10 cavernes te ontwikkelen binnen het huidige vergunning en plan. En daar maken we nu de 6e caverne gereed, die is volgend jaar gereed. Die zijn allemaal nu nog op Groningen gas kwaliteit. En wij, de volgende die we gaan ontwikkelen, die willen we op waterstof gaan ontwikkelen. Naar de bodemdaling praat je, als je kijkt puur in de kom waar wij nu met de cavernes opereren, praat je over centimeter. En 1 tot 2 centimeter wat veroorzaakt is sinds het begin dat wij hier... 1 tot 2 centimeter, ja, niet ja. meer. Nee, vanuit Energy Stock, dus de gasopslag in een zoutcaverne, praat je dus echt over een paar centimeter. Wat wij hier nu doen met deze pilot is dus ongeveer 18 kilo per uur waterstof produceren. Wij gaan 3 auto's aanschaffen. We hebben nu al een bus op waterstof. En wij krijgen hier een kleine slow fill, heet dat. Dat is een langzaam vullende installatie, een tankstationnetje voor onszelf. Om te laten zien dat wij met waterstof gewoon onze auto's kunnen laten rijden. Die zijn ook zichtbaar, mooi bestickerd met van we rijden op waterstof. En wij merken nu ook al dat de omgeving ons benadert.
om bijvoorbeeld bussen op waterstof te gaan laten rijden. Mm-hmm. Of beveiligingsbeambten op waterstofbussen te gaan laten rijden of auto's. Nou, daar is deze pilot niet geschikt genoeg voor. Daar is die te klein voor. Maar als die schaalvergroting echt op gang gaat komen, is dat volgens mij ontzettend goed om hier met de omgeving die stappen te gaan maken. Want wij willen wel. En met die kleine eerste stapjes wat we nu doen, is denk ik is een mooie stap vooruit. We hebben aankomende zaterdag een open dag voor de omwonenden. Dus daar kon iedereen zich ook op inschrijven. En dan laten we aan de omwonenden die nog niet geweest zijn, want we krijgen zeker 800 uur aan rondleidingen per jaar hier op deze installatie, zijn we toch echt wel kwijt. Nemen we de rest van de omwonenden mee om te laten zien hoe onze installatie er nu uitziet. En daar kunnen ze dus vragen stellen over van, nou ja, hoe snel is zo'n tankwagen gevuld? Hoe vaak zie ik die tankwagen over de Tonkelweg rijden? Nou, 1 à 2 keer in de week is wat ik nu inschat. En dat zal wel een aantal jaren duren totdat die nieuwe caverne klaar is. Als die caverne er komt, duurt dat zeker 5 jaar. Maar dat is de toekomst zal het leren. Alle bedrijven die je nu hebt gezien, inclusief Greenpeace, geven ook aan dat dit de toekomst is. Dus dat we daarin verder moeten gaan. Dat is heel bemoedigend. Ja, zeker het feit dat Greenpeace hier dus ook gewoon is. En dat onderstreept, maar ook bedrijven zoals Tennet. En Shell, die ook daarmee in mee willen gaan. Ja. Dus GasUnie is in een goed gezelschap, denk ik. Dit is wel een hele afsteker voor Veendam, hè? Ja, wij zijn daar erg blij mee. We zijn een paar jaar geleden al geïnformeerd door Energy Stock dat ze plannen hadden om iets te gaan doen met waterstof. Nou, dat is natuurlijk erg belangrijk in het kader van de hele energietransitie. En het is erg belangrijk dat de bestaande installaties van de GasUnie mogelijk ook gebruikt kunnen worden voor waterstof. Ja. Nuttig gebruikt worden? Dat kan inderdaad nuttig gebruikt worden en dat zou kunnen betekenen dat waterstof dan als drager ook van elektriciteit, want daar gaat het natuurlijk om, waterstof een echte hele fundamentele rol gaat spelen in onze economie en ten behoeve van inwoners. Maar daar zijn nog heel wat jaren voor nodig, hè? Er gaat nog wel een aantal jaren overheen. Dat hebben we vandaag ook wel kunnen horen. Morgen vindt hier een grote studiebijeenkomst plaats met heel veel internationale deskundigen. En die gaan een aantal van die plannen en de techniek erachter verder met elkaar bespreken en uitwerken. Overal in de wereld zijn dit soort activiteiten gaande. Er is een verbinding ook met de ontwikkeling van windmolens en dergelijke in verband met het hele elektriciteitsverhaal. Dus er komt nog een heleboel achterweg. We hebben hier een waterstofauto zien staan. Die rijdt al. Maar voor... Wat zegt u? Ook modellen overigens. Ja, en ook modelletjes. Dat werkt allemaal. Maar voordat het op grote schaal inderdaad toepasbaar is, moet er aan alle mogelijke kanten nog veel gebeuren. En uiteindelijk moet alles ook in geld worden vertaald en moet er een bedrijfsplan zijn, een businessplan, wat uit kan. Want de hele samenleving moet het uiteindelijk dragen. Maar één ding is zeker, de manier waarop we op dit moment met energie omgaan en de aardgasproblematiek, die betekent per definitie dat er iets fundamenteel moet veranderen. En daar is dit wellicht één van de goede mogelijkheden voor. Nou, het aantal arbeidsplaatsen direct voor de directe omgeving van Veendam, dat is nog op dit moment natuurlijk nog heel laag. Kijk, de GasUnie Energy Stock hier heeft natuurlijk een behoorlijk aantal mensen die hier in de regio werken. Als die hele waterstof-economie op gang komt, en dan kun je ook denken aan alle mogelijke andere zaken gerelateerd bijvoorbeeld aan transport. Ja, dan kan het inderdaad veel meer betekenen. Maar het is niet zo dat we op dit moment al zeggen van, oh, dat betekent zoveel arbeidsplaatsen voor Veendam. Maar er komt nieuwe dynamiek op gang, nieuwe sociaal-economische ontwikkeling. En er komt altijd ook werkgelegenheid uit en dat is van groot belang.